Onze woningen zijn tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor gerenoveerde woningen. Goede isolatie bespaart energie, maar het kan ook problemen opleveren voor het binnenklimaat. Als een woning namelijk helemaal luchtdicht is, wordt het er binnen niet aangenamer en gezonder op. Gemiddeld stoot een gezin per jaar 3650 tot 4380 liter vocht uit en ademen we uiteraard ook CO2 uit. En er komen ook nog andere schadelijke stoffen vrij. Uit bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, bouwmaterialen, vloerbedekking of bij het koken. Dit alles kan zorgen voor een slecht en oncomfortabel binnenklimaat. En dat terwijl een mens 11.000 liter schone lucht per dag nodig heeft. Gerekend voor een gezin over een jaar komt dat neer op 16 miljoen liter lucht. Dit zijn zes gevulde Olympische zwembaden. Door goed te ventileren verbetert het binnenklimaat sterk. Dit heeft drie voordelen: een huis wordt gezonder. Door CO2 en andere schadelijke stoffen af te voeren, is er minder kans op gezondheidsklachten zoals hoofdpijn of slaapproblemen. Het wordt comfortabeler. Een goed geventileerde woning voelt prettiger aan en er is bovendien minder kans op schimmels, zilvervisjes of huisstofmeid. Ook raken muren en meubels minder snel aangetast door vocht. Goede ventilatie bespaart ook nog eens energie. Frisse droge lucht is namelijk sneller verwarmd dan vochtige lucht. Welke type ventilatie het meest geschikt is, hangt af van de woning zelf en van de wensen van de bewoners. Meer weten? Neem contact op met Itodaal erop.